Op de satellietfoto zien we een krul in de bewolking boven het westen van België en het uiterste noordwesten van Frankrijk. Dat komt allemaal door een lage drukgebiedje en dat lage drukgebiedje trekt vandaag over het land. Daar rondomheen dus veel bewolking, van tijd tot tijd valt er ook regen. Vanochtend vroeg in het noordoosten mogelijk ook nog een vlok natte sneeuw. De wind die waait aanvankelijk uit het oosten tot zuidoosten, draait in de loop van de dag naar west en neemt met name in zee behoorlijk in kracht toe. Temperaturen vanmiddag 4 tot 8 graden en met name in de zuidelijke helft van het land is het van tijd tot tijd nat. Uiteindelijk klaart het vanavond wel op, valt er verspreid nog wel een enkele losse bui, maar zijn er ook droge perioden. De temperatuur vanavond rond de graad of 6 en vannacht wordt het niet kouder dan 3 tot 5 graden. Morgen dan hebben we met name in het zuiden eerst te maken met veel bewolking, ook regen. Ook in het oosten van het land zal de dag grijs starten. In de loop van de dag dan klaart het vanuit het westen op, er valt en verspreid wel een enkele pittige bui en waait het vooral aan zee stevig. De temperaturen rond de graad of 7. En de temperatuur verandert zondag weinig, de zon schijnt af en toe, maar verspreid valt ook een enkele bui. Vooral ochtends kan het dan nog stevig waaien. Na het weekend is het wat wind betreft wat rustiger, zien we nog wel veel bewolking en af en toe valt er nog wat regen of een enkele bui.